Laten we bidden voordat we in het woord des Heren gaan. Ik geloof dat ik een boodschap heb vandaag voor u, vanuit de troon des Heren. Laten we bidden. Vader, u bent hoog verheven. Er is niemand zoals u. U bent de koning en de heerser van dit heel universum. Immers, u heeft het zelf gemaakt. Heren, we prijzen u, we danken u. Heren, we erkennen uw majesteit. We erkennen uw koningschap. We erkennen uw grootsheid. Heren, wij buigen ons neder voor u. Wij aanbidden u en wij erkennen, er is niemand zoals u. Heren, we leggen dit woord in uw machtige handen vandaag. Laat het vrucht dragen in Jezus' machtige naam. Spreek door mij in Jezus' naam. Amen. Kom ons zeggen luider amen. 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 Ik groet u allen nogmaals in de naam van Jezus Christus. Ik wil ook de leiding van het huis danken voor deze gelegenheid om u te mogen bemoedigen vanuit het woord van God. Amen. Amen. Hoeveel van u geloven dat het woord van God krachtig is? Dit woord van God is niet gewoon zomaar iets, het is substance. Er is kracht in het woord van God, kracht om ons leven totaal te veranderen. De Bijbel zegt ook dat geloof komt door het horen van Gods woord. Dus telkens wanneer wij de gelegenheid krijgen om Gods woord te horen, om Gods woord tot ons te nemen, dan moeten we het eten. Amen. De profeet zei, zo vaak ik uw woorden vond, at ik ze op. Dat wil zeggen, de profeet zag het woord van God niet gewoon als iets, maar gewoon zomaar iets, maar hij zag het als substance. Iets dat jij kan eten. En als je het eet, word je erdoor versterkt. Amen. Amen. Zo geloof ik dat uw geloof ook versterkt zal worden vandaag. Ik neem u gelijk mee naar Efeze 3, vers 20. En ik wil u vragen om het samen met mij te lezen. Efeze 3, vers 20. Bent u gereed voor de schriftlezing? Efeze 3, vers 20. 1, 2, 3. Hem nu die... welke in ons werk dankjewel zegt u de kracht die werkt in mij. Zeg het met een beetje meer overtuiging. Zeg de kracht die werkt in mij. Laten we nog twee teksten samen lezen. Handelingen 1, vers 8. Handelingen 1, vers 8. 1, 2, 3. Maar gij zult wanneer... en te dus ook in Suriname gaan we nog een tekst gezamenlijk lezen. 1 Korinthe 6 vers 14. Laat me even kijken of het de juiste tekst is. 1 Korinthe 6. Halleluja. We lezen gezamenlijk vers 1. Halleluja. We gaan lezen een gedeelte van vers 16. Nee, we lezen vers 17, sorry. Gezamenlijk. Bent u er? Mooi zo. 1, 2, 3. Maar
Gelooft u dat? Laten we het nog een keer lezen. Maar mijn broeder en mijn zuster, ik wil vandaag met u praten over de 7 manifestaties van Gods geest in u. De 7 manifestaties van Gods geest in u. Broeder en zuster, de Bijbel zegt in Efeze dat de kracht van God werkt in ons. En die kracht is bij machte om veel meer te doen, meer dan wij kunnen bidden, meer dan wij kunnen beseffen, meer dan wij ons kunnen verbeelden. Ik ben vandaag gekomen om u te zeggen, onderschat uzelf niet. Want die kracht die in u werkt, is bij machte om veel meer te doen. Die potentie die aanwezig is in uw binnenste op dit moment, je kunt misschien wel zeggen, ja, maar ik ben zwak. Maar die geest die werkt in u is niet zwak. Ja, maar het lukt niet. Maar de geest die werkt in u is bij machte om het te doen. Ja, maar ik voel me ziek. Maar die geest in u is bij machte om het te doen. Dat wil zeggen, wij hoeven niet te kijken naar onze eigen limitaties. Want we hebben een andere bron waaruit wij kunnen putten. Die bron is de geest des Heren. Halleluja. Ik ben gekomen om u goed nieuws te geven vandaag, mijn broeder en mijn zuster. Kom maar, iemand zegt goed nieuws. Goed nieuws. Ah, u bent meer dan overwinnaar. Wat u dan ook heeft meegemaakt tot op dit punt, u bent meer dan overwinnaar. Halleluja. Kom maar, gelooft iemand dat vandaag? U bent meer dan overwinnaar. Halleluja. We gaan heel snel kijken naar 7 manifestaties van de geest des Heren in u. De geest van God. Gaat u met mij naar Jesaja 11. Hey, u bent niet zomaar een persoon. Kom maar, kijk naar iemand en zeg, je bent niet normaal. Je bent niet normaal. Kom maar, zeg aan een andere persoon, je bent niet gewoon. Halleluja. Jesaja 11, vanaf vers 2. As a matter of fact, we lezen alleen vers 2. Jesaja 11, vers 2. Manterebosha dabahai. En Jesaja 11, vers 2 zegt, en op hem zal de geest des Heren rusten. De geest van wijsheid en verstand. De geest van raad en sterkte. De geest van kennis en vrezen des Heren. Halleluja. De 7 manifestaties van de geest van God. En laten we kijken om te zien of er werkelijk daar 7 manifestaties staan. Nummer 1 is de geest des Heren. Nummer 2, de geest van wijsheid, van verstand. De geest van raad en sterkte. De geest van kennis, dat is 6. En 7 is de geest van de vrezen des Heren. 7 manifestaties van de geest van God. Ik heb het hier niet over 7 verschillende entiteiten. Ik heb het hier over 1 geest met verschillende manifestaties. En ik kan u het op een bord geven. Als u effectief wil zijn in hetgeen waarop de Heer u voor geroepen heeft, dan heeft u deze 7 manifestaties nodig van de geest des Heren in uw leven. U bent geroepen met een roeping des Heren. Om een getuige van hem te zijn over de gehele aarde en ook hier in Suriname. Mijn broeder en mijn zuster, hoe dan ook de Heer u geroepen heeft, of hij u geroepen heeft om hier te staan, of hij u geroepen heeft om een bediening te hebben, of hij u geroepen heeft om een stichting te hebben, om een bedrijf te hebben, het maakt niet uit. De Heer heeft u iets gegeven om een toegevoegde waarde te zijn in deze wereld. En uw roeping is niet minder dan mijn roeping.
En uw roeping is niet minder dan de roeping van uw buurvrouw. Daarom hoeven wij nooit en dan ook nooit. Wat heb ik gezegd? Nooit en dan ook nooit jaloers te zijn op een andere. Het is compleet onnodig, irrelevant om jaloers te zijn op uw broeder of uw zuster. Want diezelfde God die uw broeder heeft geroepen, heeft u ook geroepen. As a matter of fact, wanneer wij zien dat de Heer iemand geroepen heeft en dat de Heer iemand gebruikt, moeten wij juist blij zijn, de Heer danken en applaudisseren en elkaar waarderen. Want zal ik u zeggen, uw broeder heeft een dimensie van de geest des Heren die u nodig heeft. Ah, iemand heeft me niet begrepen volgens mij. Uw broeder heeft een manifestatie van God die u nodig heeft. Als u denkt dat u alleen kan zijn in deze wereld en alleen alles kan doen, heeft u het mis. Wij hebben elkaar nodig. Hoe kunnen wij dan behoorlijk van elkaar ontvangen wanneer wij elkaar bevechten? Laat me maar niet daar gaan. Laat me u bemoedigen in de naam van Jezus. Halleluja. Iemand zegt halleluja. Ik weet niet van u, maar ik ben happy. Ik voel me blij. Gisteren was ik moe, maar vandaag voel ik mij verkwikt in Jezus' naam. Halleluja. Kom on, voelt iemand zich verkwikt en versterkt door de Heer vandaag? De 7 manifestaties van de geest die werkt in u. Laten we kijken naar Jesaja 11 vers 2. Of laten we het een beetje uitwerken. De geest des Heren. Als u het mij vraagt, is deze manifestatie eigenlijk de basismanifestatie van de geest des Heren. Van de geest van God. We noemen het de geest des Heren. En de manifestatie of de geest des Heren uit zich in heerschappij. Bent u met mij? Het uit zich in heerschappij. En heerschappij heeft te maken met rulership, met dominion. Come on, bent u met mij hier zo vandaag? U bent geen slachtoffer, u bent geen verliezer, maar u heeft de geest van dominion in u. De geest des Heren, de geest van heerschappij is in u. Om te heersen, u bent geroepen om te heersen. Immers, dat was het origineel plan van God Almachtig. Laten we even kijken in Genesis 1. Als u mij nog niet gelooft, is dit het origineel plan. Genesis 1 vers 26. Hij zegt in Genesis 1 vers 26, en God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis. Waarvoor? Niet voor mooi, niet om gewoon zomaar mooi te zijn hier op aarde en spelletjes te spelen, maar om te... Kom on, hef uw handen op en zeg, de geest van heerschappij is op mij. De geest van heerschappij is in mij. Halleluja. De geest des Heren, of de geest van heerschappij, heeft te maken met heerschappij, heersen, heeft te maken met leiderschap. Leadership. En ik ben hier gekomen om u te zeggen, mijn broeder en mijn zuster, onderschat uzelf niet. Want de Heere wilt u maken als een trendsetter waar u dan ook bent. Of u nou ergens werkt, of u nou een bedrijf heeft, of u nou in de bediening bent. De Heere wilt u gebruiken als een trendsetter. De geest van heerschappij helpt je om marktleider te zijn. Helpt je om uit te schieten. Om uitmuntend te zijn zoals Daniel. Weet u wat de Bijbel zei over Daniel en zijn vrienden? Ze waren 10 keer beter. 10 maal. Dat was de geest van heerschappij die opereerde in Daniel en zijn vrienden. Ik ben gekomen om iemand hier te zeggen, je zal 10 keer beter zijn. Kan ik het een beetje dichterbij brengen? De jongelingen hier zo. Je zal alleen de beste cijfers behalen in de naam van Jezus. Je zal excellen. Come on, somebody receive it.
Je zal gevolgd worden. Dat ben ik niet, toch? Oké, dan. Kunt u dat op silent zetten, eventjes snel? Je zal heersen op jouw veld, in jouw ding. Het is de geest van koningschap. You will be the king of your thing. Ik ben hier een beetje om ons allemaal uit te dagen en om ons te brengen uit die comfortabele zone. Ik wil u aanmoedigen om niet in die zone te blijven van Chipotle me, ik ben goed hier in mijn klein hoekje, niemand hoeft mij te zien. Maar de Heere wil u verhogen zodat zijn naam verhoogd wordt door u. Halleluja. Als u een bedrijf heeft, kom dan strek je handen uit en zeg ik word marktleider in Jezus naam. U kijkt naar uw klein begin en u kijkt naar uw kleine omstandigheden. Maar de Bijbel zegt dat u dat klein begin nooit mag onderschatten. Want uit iets kleins kan er iets groots voortkomen. Amen. Come on somebody, bent u hier met mij? Dus ook al bent u nog niet in die positie, begin te accepteren dat de geest van heerschappij en van koningschap hier is in u en over u. En die geest des Heren gaat u aanwakkeren om op te staan en om te stijgen en te overstijgen in de naam van Jezus. U bent niet gewoon. U bent niet zomaar. Maar de geest des Heren is op u. Halleluja. Wanneer ze gaan praten over bouwen en ontwerpen, dan moet de naam van Enrico genoemd worden. En Jezus naam. Het kan niet anders. Iemand moet dat ding accepteren, man. Halleluja. Wanneer er gesproken wordt over beauty en stijl, dan moet de naam van mijn zuster Melanie genoemd worden. Het kan niet anders. Ik wil u zeggen, wanneer wij komen op dit niveau, want de geest des Heren heeft ook te maken met invloed. Want de Heere wil dat u invloed krijgt, niet gewoon om u, maar op het moment dat u zal spreken, moet iemand luisteren naar u. Op het moment dat u zal zeggen, Jezus alleen is Heer, moet iemand luisteren naar u. Want u bent op het niveau van koningschap en u kan niet vermeden worden. Ai, 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 ai. Als we praten over media en al dat soort van dingen, moet de naam van mijn zuster Gloria genoemd worden. Kom maar, iemand zegt amen. Wanneer u wonderbaarlijk af wil van uw pijn, moet broeder Mento of zuster Marel van der naam genoemd worden. Niet alleen hier in de kerk en ons onder ons, nee, overal. Bent u met mij tot zover? Kom en ik probeer uw geloof aan te wakkeren vandaag. De geest des Heren is op u. De geest van heerschappij. U bent een koning. Zegt de Bijbel niet dat u een koninklijk priesterschap bent? En als wij effectief het koninkrijk des Heren willen brengen hier op aarde, dan zullen wij de geest des Heren moeten hebben. Zonder de geest des Heren gaan we ploeteren. Allerlei moeite doen voor niets. Maar wanneer wij deze openbaring hebben en beginnen te trekken, een demand beginnen te plaatsen op deze openbaring, dan begint het aan te wakkeren in ons. Amen. En dan gaat u beseffen, ik ben niet gewoon. Ik ben nederig, maar ik ben niet gewoon. Ik stel me niet aan, maar vergis je niet, ik ben niet gewoon. Ik ben niet normaal. I'm humble, maar ik ben niet gewoon. Vergis je niet. Iemand zegt halleluja. Maar laten we er even goed over nadenken, mijn broeder en mijn zuster. Zijn we geen kinderen van de heerser van dit universum? Zijn wij niet de kinderen van de God die heerst? Van de God die de koning der koningen is? As a matter of fact is hij de koning der koningen. Want wie zijn die koning waarover hij regeert? Onder andere wij. Kunt u dat accepteren vandaag? Ik zie een paar vlechten in mensen hun brein. Maar die vlechten gaan we losmaken in Jezus naam. Alles wordt soepel. Amen. Iemand zegt amen.
Er is nog een aspect van heerschappij die misschien een beetje, die niet zo vaak gebezigd wordt, maar we moeten ook heersen over de zonde. De geest des Heren stelt u ook in staat om te heersen over de zonde. Dat God vroeg aan Kain, de zonde staat als een belager voor uw deur. Maar jij moet juist heersen over die zonde. Wanneer de geest des Heren in ons ontwikkeld wordt, wanneer we hem volledig toelaten, dan kunnen we makkelijker nee zeggen tegen die zonde. Kunnen we makkelijker wegrennen. Amen. Kom op, accepteert iemand dat? Hef uw handen op en zeg in de naam van Jezus. Door de geest des Heren heb ik heerschappij over zonde. Iemand zegt amen. In Romeinen 6 vers 12 staat er ook, laat de zonde niet langer over u heersen. Halleluja, iemand zegt amen. Dan hebben we nog de geest van wijsheid. Wijsheid en verstand. Verschillen van elkaar, lijken op elkaar. Maar laten we toch lezen over Salomo, de koning, die bezocht werd door de Heere. Dat staat in 1 Koningen 3 vers 5. 1 Koningen 3 vanaf vers 5. U moet zich voorstellen, Salomo heeft offers gebracht voor de Heere. Grote offers. En op den duur verschijnt de Heere aan hem in een droom. En kunt u zich voorstellen dat Salomo zo bewust is dat hij zelfs in zijn droom de juiste dingen kan vragen. Dat is volgens mij next level. Dus dat wil zeggen, hij is ermee bezig in zijn spirit. Als u ziet dat u in uw droom verkeerde dingen doet, bid. Kom tot bekering. 1 Koningen 3 vanaf vers 5. Te Gibeon verscheen de Heere aan Salomo des nachts in een droom en God zeide, vraag wat zal ik u geven. Dus Salomo krijgt een blank check. Hij mag vragen wat hij wil. En kijk hoe intelligent Salomo zijn case maakt. In zijn droom nog wel. Zijn case maakt. Kijk hoe hij dat doet. Toen zeide Salomo, let wel, Salomo slaapt, maar zijn geest is wakker en actief. En goed genoeg om te denken. En Salomo in vers 6 staat er, toen zeide Salomo, gij hebt uw knecht mijn vader David grote goede tierenheid bewezen, evenals hij voor uw aangezicht in trouw en rechtvaardigheid en oprechtheid van hart jegens u gewandeld heeft. En gij hebt aan hem deze grote goede tierenheid bevestigd door hem een zoon te geven die op zijn troon zit zoals heden het geval is. Ik kan me echt niet voorstellen hoe Salomo dit in zijn droom zegt. En nu, Heere, mijn God, gij zelf hebt uw knecht in de plaats van mijn vader David koning gemaakt, hoewel ik een jongeman ben, ik weet niet uit te gaan of in te gaan. Zo staat uw knecht te midden van uw volk, dat gij uitverkoren hebt, een groot volk, dat niet te tellen of te schatten is vanwege de menigte. Geef dan uw knecht een opmerkzaam hart, opdat hij uw volk richtte, door te onderscheiden tussen goed en kwaad. Want wie zou in staat zijn dit uw talrijk volk te richten? En het was goed in de ogen des Heren dat Salomo dit gevraagd had. En God zeide tot hem, opdat gij dit gevraagd hebt en voor u geen lang leven hebt gevraagd en geen rijkdom en ook niet gevraagd hebt het leven uw vijanden, maar voor u inzicht hebt gevraagd om een rechtszaak te kunnen horen. Zie, ik doe naar uw woord. Zie, ik geef u een wijs en verstandig hart, zodat uw gelijke voor u niet geweest is, nog na u zal opstaan. Dus wanneer Salomo een blank check kreeg en ik doe een beetje zelfreflectie en ik vraag me af, Heere, als u mij zo nadrukkelijk een blank check geeft, wat ga ik u vragen? In mijn droom, waar ik slaap en niet de luxe heb
om het te brengen door mijn rationeel verstand. Om dan te weten, ook al wil ik een auto, laat mij toch vragen om wijsheid. Maar nu is mijn rationeel verstand uitgeschakeld. Ik slaap. En nu vraagt de Heer, Guillermo, wat wil jij? Wat je dan ook vraagt, je krijgt het. Heer, ik hoop dat ik om wijsheid ga vragen als dat moment komt. Want wijsheid is het belangrijkste. Wijsheid en verstand, wijsheid en inzicht. Salomo vraagt om wijsheid en inzicht. Als u denkt dat u dat niet nodig heeft, vergist u zich. We hebben wijsheid nodig. En dat is een manifestatie van de geest des Heren. Goddelijke wijsheid. Goddelijke wijsheid om te weten en te verstaan wat wij moeten doen. In welk seizoen. En verstand geeft je de kennis om te weten hoe jij het moet doen. Wijsheid zegt, oké, als ik een bruine bonen wil klaarmaken, dan moet ik hebben een blik bruine bonen, zout, zwarte peper. Zomaar zet ik mezelf hier in problemen, want minus abori. Maar ik denk dat je op zijn minst zout, zwarte peper nodig hebt. Zoutvlees, kip. Dus, wijsheid zegt, je hebt die dingen nodig. Maar een stukje verstand zegt, je hebt zoveel nodig van zout. Zoveel, hoe dat ding, zwarte peper. Die kip moet zo lang gekookt worden. Dat is wijsheid. Niet alleen weten wat je doet in welk seizoen, maar ook hoe jij het doet. Een strategie. Laten we de Heer vertrouwen voor goddelijke strategieën in ons dagelijks leven. Wijsheid en inzicht. En die wijsheid en inzicht manifesteert zich ook in uw dagelijks leven. Het geeft u ook creativiteit. Gelooft u dat? Als u een leerkracht bent, geeft het u creativiteit. Ja, die kinderen kunnen niet studeren. Hè? U luistert naar dat ding. En u bidt, rakatsaralamando, die kinderen kunnen studeren. Hoe bestaat dat? Ze kunnen wel studeren. Ze hebben een brein gehad van de Heer. Heer, geef me een strategie. Geef me wijsheid om te weten wat ik moet doen. Geef me verstand om te weten hoe ik het moet doen. Kom on, eens bent u met mij hier zo. In uw dagelijks leven wil de geest des Heren van wijsheid en verstand zich manifesteren. Weet u dat de geest van wijsheid echt letterlijk ook werkt met creativiteit? Wilt u een voorbeeld horen daarvan? In uw Bijbel staat het ook nog. In uw Bijbel, Exodus 31. We lezen een paar teksten vandaag. Amen. Vindt u dat goed? Exodus 31. Exodus komt na Genesis. Hier lezen we, check dit, Exodus 31 vanaf vers 1. De Heere sprak tot Mozes. Zie, ik heb bij name geroepen Bazaleel, de zoon van Uri, de zoon van Shur, uit de stam Juda, en hem vervuld met wat? Met wie? Met de geest Gods. Met wijsheid, inzicht en kennis. En dat voor allerlei werk. Om ontwerpen te bedenken. Ai. De Heer geeft u wijsheid en inzicht om iets te ontwerpen. Uit zijn troon. Halleluja. Om iets te creëren. My God. Halleluja. Die dingen zijn niet alleen bestemd voor de mensen van de wereld. Die dingen zijn ook bestemd voor ons als kinderen Gods. Trouwens, ze weten het niet altijd, maar sommige van die inventions komen letterlijk vanuit de troon van God. Het zijn kinderen Gods die dat hebben gedaan. Dus de geest van wijsheid niet alleen om iets te ontwerpen of iets te bedenken. Want als je het ontwerpt en bedenkt is het nog niet genoeg. Om die ook uit te voeren in goud, zilver en koper. Om stenen te bewerken, om die in te zetten. Om hout te snijden en werkzaam te zijn in allerlei arbeid. En hij gaat verder met nog een naam.
Dus zelfs in uw dagelijks leven wil wijsheid zich manifesteren. Halleluja. Iemand zegt, de geest van wijsheid en verstand is in mij. En die geest des Heren is bij machte om veel meer te doen dan u kunt beseffen. Beperk uzelf niet. Maar zeg, geest des Heren, werk door mij. Laat mij, kom in die flow. Kom, zeg aan iemand, kom in die flow van de geest des Heren. Kom in die flow van wat de geest des Heren door u wil doen. Halleluja. Halleluja. Iemand zegt halleluja. En niet alleen hebben wij dus wijsheid en verstand nodig, maar ook de geest van raad. Iemand zegt raad. In Jesaja 30 vers 21 zegt hij, je zal een stem horen die zegt, dit is de weg waar je moet gaan. Want de vijand regelt ook een paar tjoetjas voor je. Waardoor de geest van raad je kan zeggen, ga hier en niet daar. Doe dit en doe dat niet. Ga met die persoon in zee en ga niet met die andere persoon in zee. En bovennatuurlijke raad gaat soms in tegen uw eigen verstand en uw eigen ervaring. Ja, maar heren, ik heb mijn ervaring en ik weet, dit soort mensen doen het goed. Maar raad zegt, hey, rust, wacht even. Niet met die persoon. Bent u met mij hier zo vandaag? Dat zijn manifestaties van de geest des Heren. In Johannes 16 vers 13 staat er dat de geest des Heren ons zal leiden in de volle waarheid. Er bestaat dus een dimensie waar je hebt volle waarheid. Hoeveel van u begrijpen dat gedeeltelijke waarheid niet altijd genoeg is? We hebben die volle waarheid nodig. En die geest van raad brengt ons in die volle waarheid. Halleluja. Kom on, iemand geeft de Heer een klapoffer. Hij leidt u in de rechte sporen om zijn naams wil. Halleluja. Wat hebben we nog? Bent u nog on track? Wat hebben we nog? De geest van sterkte. De geest van sterkte. Mijn broeder en mijn zuster. You now want trangamang. Ook al wins in no a power, maar you now want trangamang. De geest van sterkte manifesteert zich in uw leven. Of wil zich nog meer manifesteren in uw leven. Come on, somebody say, me now want trangamang of want trangauma. Zeg het nog een keer, me now want trangamang. En het is niet uit uzelf, het is niet uw eigen kracht. Maar het is die bovennatuurlijke kracht van de geest des Heren die over u komt. Om u kracht te geven om door te gaan. Om u kracht te geven om te overwinnen. Om u kracht te geven om door te breken. Halleluja. Halleluja. In Lucas 10 vers 19. Laten we dat even lezen. Lucas 10 vers 19. Als we niet begrijpen wat wij eigenlijk ter beschikking hebben, dan lopen we zoveel mis. Bent u met mij? Maar we danken de Heer dat we niet langer in onwetendheid hoeven te wandelen. Maar dat we weten wat wij ter beschikking hebben. Zie, ik heb u macht gegeven. Iemand zegt, ik heb macht. Zie, ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand. En niets zal u enig kwaad doen. Kom on, schreeuw het nog een keer. Zeg, ik heb macht. Dus wat er dan ook tegen u opkomt, u heeft de geest van sterkte in u om te overwinnen. U heeft de geest van sterkte en macht over u en in u om te treden op slangen, schorpioenen, allerlei situaties en omstandigheden. Dat wil zeggen, situaties en omstandigheden hoeven niet op u te staan, maar u kunt nu op ze staan. Want u heeft de geest van sterkte. Halleluja, u bent sterk. You know what, tranga uma. Als er een situatie voor u is, dan opereert u niet vanuit een slachtofferrol, maar u opereert vanuit de overwinnende rol.
Want u bent meer dan overwinnaar. Heeft u macht gegeven over ziekte. Heeft u macht gegeven over armoede. Heeft u macht gegeven over verwarring. Heeft u macht gegeven daar aan uw werk. Waar uw voeten betreden zal. Daar geeft hij het in uw bezit. Heeft u macht gegeven over gebrek. Heeft u macht gegeven. Om te treden op schorpioenen en slangen. Als u iets voelt in uw lichaam, kunt u zeggen in de naam van Jezus, ik heb macht over jou. Pijn, ik commandeer je te wijken in Jezus' naam. Als u ziek bent, hoef u niet te wachten totdat iemand voor u bidt, maar u kunt zelf alvast beginnen te bidden, terwijl u naar de kerk komt en zeggen, in de naam van Jezus, ik heb macht over deze ziekte. Ik heb macht over deze pijn. Ik heb macht over deze hoofdpijn en deze migraine. Ik heb macht over deze diabetes. Ik heb macht over kanker. Ik heb macht in Jezus' naam. En ik treed jou met de voeten in de naam van Jezus. Bent u met mij hier zo vandaag vanmorgen? U heeft macht. Jezus, trouwens, over Jezus praat hij origineel daar zo in Jesaja 11. Jezus heeft ons gedemonstreerd wat het betekent om macht te hebben. En om sterkte te hebben. Dus niet alleen weet je wat je moet doen. Niet alleen weet je hoe jij het moet doen. Maar nu heb je ook de power of execution. Halleluja. Je weet niet alleen dat er een storm is. Je weet dat die storm er is. En je weet dat je in principe die storm macht hebt over die storm. Maar nu heb je de power of execution. Om op te staan uit je slaap. En te zeggen, storm, wees stil. En op de koop toe is die storm stil. Wees stil. Verwarring in uw huis. Sta op in uw huis en zeg, wees stil. Stil. Halleluja. Niet alleen weet u wat u moet doen. U weet hoe u het moet doen. En u doet het ook nog. Want u heeft de geest van sterkte. Kom, zeg het nog een keer. Zeg, mina wan trangaman. As a matter of fact, sta even op. Sta even op. Lik van wan trangaman bon knapu. Lik van wan trangaman ook knapu. En kijk naar uw buurman en zeg, look me even, check me even. In verstand dat ik niet aan het man. Ik ben niet zwak. Ik ben sterk. En ook al voelt u zich zwak, laat de zwakke zeggen, ik ben sterk. Come on, shout, ik ben sterk. Come on, somebody shout hallelujah. Come on, somebody shout hallelujah. Ah, ja. Ik profeteer dat de Heer u wijsheid geeft en strategieën geeft om die miljoenen te verwerven. En niet alleen geeft hij u wijsheid, maar hij laat u ook zien wat u moet doen en hoe u het moet doen. De Heer geeft u raad en hij zegt u gaat die weg op en ga niet daar. Ah, ja. En hij geeft u ook de power of execution. Hij geeft u ook de kracht om te implementeren. De kracht om het te doen. Want het heeft geen zin als je de wijsheid hebt. Als je weet wat je moet doen, maar je doet het niet. Maar in de naam van Jezus geeft hij u de kracht om het te doen. Hij geeft u de kracht om het te implementeren. Somebody shout, I receive it! Ik profeteer dat sommigen van u, terwijl u slaapt, geeft de Heer u strategieën en ideeën. Terwijl u slaapt, geeft hij u letterlijk vanuit zijn troon strategieën om dingen te ontwerpen, om concepten te bedenken. Om dingen te bedenken, om dingen anders te doen. Come on, ik zie dat ding. Ik zie een download. As a matter of fact, zelfs nu geeft de Heer u een download van strategieën, van concepten, van manieren hoe u dingen anders kan doen. En hij geeft u ook de kracht om het daadwerkelijk ook te doen. Halleluja. Hij geeft u die kracht en de macht om dat ding daadwerkelijk te doen. De Heer geeft u zelf strategieën om uw kinderen op een behoorlijke manier op te voeden. Misschien heeft u moeite gehad en u weet niet, u bent te radeloos. En u weet niet wat u moet doen. Want een boy moeilijk of een meisje moeilijk. Maar de Heer geeft u een download vanuit zijn troon.
Een download die u misschien niet kan vinden in boeken. Die u misschien niet kan vinden in trainingen. Maar de Heer geeft u een download vanuit zijn troon. Hey, u heeft een advantage. U heeft een voorsprong. Want u heeft toegang tot de alwetende God. De God van wijsheid en verstand. Alle kennis is bij hem. Alle volmaakte kennis is bij hem. Hij is de bron van wijsheid. Hij is de bron van verstand. Hij is de bron van raad. En hij is de bron van sterkte. Hij is de bron van macht. Halleluja, halleluja. My God, my God. Hij is de bron van macht. Ai, 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 ai. Diezelfde geest van sterkte die op Elia is gekomen. En die ervoor heeft gezorgd dat Elia bovennatuurlijk snel kon rennen. Diezelfde geest van macht en sterkte komt ook over u. Halleluja. En misschien kunt u niet snel rennen. Maar de Heer geeft u die geest van macht om projecten heel snel af te ronden. Halleluja. Waar het jaren zou duren voordat je het project kon doen, duurt het misschien maar 6 maanden. My God, somebody believe it. Kom op, niemand gelooft het woord van God. Kom op, niemand gelooft het woord van God. Misschien wilde u al lang een boek schrijven, maar dat ding lukte niet. U had een soort blok, u had een soort blokkade, maar de geest des Heren komt over u, waardoor het vloot, het vloot, het vloot. Ik weet niet of u gelooft in deze dingen, maar ik geloof er heilig in. Ik geloof er heilig in. The spirit of might, the spirit of power, die je in staat stelt om te gaan en om te springen over muren. David zei, hij doet mijn voeten als die der hinde. My God. David zei, door mijn God kan ik springen over een muur. Ik proclameer, die muren in uw leven zullen u niet langer tegenhouden. Maar u zult over ze springen in de machtige naam van Jezus. Ai, 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 ai. Die geest van sterkte, die was op Samson, waardoor hij met de kaak van een ezel duizenden kon verslaan. Die geest van sterkte en macht komt over u. Mensen onderschatten u, uw middelen zijn misschien weinig, maar door de geest des Heren op u, zal u met weinig middelen heel veel kunnen doen en heel veel kunnen bereiken. Somebody receive it. Je hebt misschien weinig, maar God Almachtig, de geest van sterkte is erin gespecialiseerd om met weinig heel veel te doen. Ah, ja, 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 ja. Je hebt misschien maar 5 stenen en een slinger, maar de geest van sterkte en macht geeft jou de kracht om die onbehoorlijke, onbesneden Goliath te verslaan in de naam van Jezus Christus. My God, my God. U heeft misschien maar een klein beetje olie, maar de geest van vermenigvuldiging is op u. My God, my God. U heeft het onderschat. Toen die profeet vroeg aan die vrouw, wat heb je in je huis? Heeft die vrouw gezegd, ik heb eigenlijk niets, maar ik heb een klein beetje olie. Wel, die olie heeft meerdere vaten gevuld. Ik proclameer in Jezus naam dat u bovennatuurlijke vermenigvuldiging krijgt in uw leven. Door de geest van sterkte en macht. Somebody shout hallelujah. Begint u te bidden in nieuwe tongen als u kan. Kom on, laat me u horen bidden. Mekandebo shadabahai. Makandelebo shadabahai. Mande yabahai, makandi yabahai, makandala bahai. De geest des Heren, de geest des Heren, de geest om te heersen, the spirit of dominion. Halleluja. U mag blijven staan, we ronden zo meteen af. Heb je ook de geest van kennis, bovennatuurlijke kennis? Bovennatuurlijke kennis. Er is kennis die je niet kan halen uit een boek. Maar bovennatuurlijke kennis. Deze geest des Heren stelt jou in staat. Om dingen te weten die je anders nooit zou kunnen weten. Bovennatuurlijke kennis.
bovennatuurlijke. Kom, proclameer bovennatuurlijke kennis. U heeft het nodig, mijn broeder en mijn zuster. Waar u opereert, u heeft het nodig. U heeft die bovennatuurlijke kennis nodig. De Heer wil u voorkennis weten. Nog voordat iets gebeurt, wil de Heer u het openbaren. De geest van kennis is over u en in u. Makandayalabahai. En de laatste, zeer belangrijk, is de geest van de vrezen des Heren. Wanneer de geest van de vrezen des Heren over u komt. En u begint te zingen, yes, you are the Lord. Most. Oh, yes, you are the Lord. Most. En luistert u. Wanneer de geest van de vrezen des Heren in u opereert. Dan krijgt u opeens een moment, een gewaarwording. Van, hey, dit is niet gewoon zomaar een God. Maar dit is de allerhoogste God. U begint te huilen. U begint te beseffen. U begint te knielen. U weet niet wat u moet doen. Want hij is zo ontzagwekkend opeens. U krijgt de openbaring. De profeet Jesaja zegt, ik zag de Heere. I saw the Lord. And his strength filled the temple. U krijgt de openbaring. En u heeft een diep ontzag. Niet gewoon een soort respect, maar diep ontzag. Yes, you are the Lord. Most high. Yes, you are the Lord. Most. Oh, yes, you are the Lord. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you. He is the King of Kings. You are the Lord. He's the Lord. Yes, you are. Most High. Is de geest van de vrezen des Heren die een diep ontzag in u brengt en u een openbaring geeft van wie God eigenlijk is. Hij is heilig. Hij is heilig. Hij is hoog verheven boven alles wat leeft. De geest van de vrezen des Heren brengt zo'n respect dat eigenlijk in alles wat u doet, u rekening houdt met die almachtige God. Waardoor het moeilijk wordt voor u om misstappen te maken. Het wordt moeilijk, bijna onmogelijk, om te zondigen. Want de geest van de vrezen des Heren, van diep ontzag, is over u. Mijn broeder en mijn zuster, als wij gaan opereren, op welk gebied dan ook, waar de Heer u geroepen heeft, deze manifestaties van Gods geest zullen ons helpen om effectief te zijn en om succesvol te zijn op al onze wegen. Ik wil u bemoedigen, mijn broeder en mijn zuster, wanneer u het woord leest en u krijgt een revelation, neem het tot u, want de geest van God is op u. Ik kreeg het op mijn hart om een tekst te lezen. En als het voor u is, ik weet niet zeker of het voor u is, of voor iedereen is, maar als er op zijn minst één persoon is hier waarvoor dit is, dan ben ik blij. U mag blijven staan, we zijn in principe al klaar. Dit woord is voor iemand hier. Ik zeg, dit woord is voor iemand hier. En wanneer ik het lees, moet u uw naam daar invullen.
Zo zegt de Heer, en ik lees uit Jesaja 45. Zo zegt de Heer tot zijn gezalfde. Tot zijn gezalfde Guillermo. Kom maar, noem uw naam. Wiens rechterhand ik gevat heb om volken voor hem neer te werpen. Praat over heerschappij. Om de lendenen van koningen. De lendenen van koningen ontgord ik. Om deuren voor hem te openen. Geen poorten blijven gesloten. Geen poorten blijven gesloten. De Heer zegt, ik zelf zal voor u uitgaan. En de oneffenheden effenen. Koperen deuren zal ik verbreken. En ijzeren grendels verbrijzelen. Hey, my God, I feel that anointing. Vers 3. En ik zal u geven de schatten der duisternis en de rijkdommen der verborgen plaatsen. My God. En ik zal u geven de schatten der duisternis en de rijkdommen in verborgen plaatsen. My God, my God. Opdat jij weet dat ik, de Heere, het ben die u bij uw naam riep, de God van Israël. Come on, somebody give him praise. Come on, give him praise. Hallelujah, hallelujah. Oh, 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 oh. Het is die zalving van de Heilige Geest. Die ervoor zorgt dat u overwinning heeft. Het is die zalving van de Heilige Geest die jou favor geeft bij hooggeplaatste. Het is die zalving van de Heilige Geest dat wanneer je iets wil doen en er is een poort daar voor je. Hey, de Bijbel zegt dat de Heer zijn gemeente bouwt. En geen poort van de hel zal je kunnen overweldigen. In de naam van Jezus. Alle poorten die u tegenhouden om vooruit te gaan. Alle poorten die u tegenhouden om in uw bestemming te wandelen. Alle poorten die u tegenhouden om naar de next level te gaan. In de naam van Jezus worden ze verbrijzeld. Die grendels worden verbroken. En ik proclameer een doorbraak voor u vandaag. In Jezus naam. Door de Geest des Heren. Yes, you are my Lord. Most. Yes, you are the Lord. Yes, you are the Lord. Laat ons zo afsluiten. Gaat u weer naar Jesaja 11, vers 2. Maka taralabayando shadabahai. Mande shadabahai. Jesaja 11, vers 2. Makandirebo shadabahai. Limbradus kadeparando shadabahai. Jesaja 11, vers 2. Zegt u mijn naam. Zeg, en op mij zal de Geest des Heren rusten. Zeg, op mij rust de Geest des Heren. Zeg het met overtuiging. Zeg, de Geest van wijsheid en verstand. De Geest van raad en sterkte. De Geest van kennis. En vrezen des Heren. Come on, iemand geeft de Heren prijs. Laat de Heren u zegenen. Come on, shout hallelujah.